Tous habitants de notre pays, soyez forts, levez-vous. Nous allons exterminer les Tutsis. Yves Le Terme ne dira qu'une seule phrase à un collègue flamand. Vous allez présenter vos excuses? Je vais d'abord en parler avec M. Philippot. Radio Mille Collines of Radio-Télévision Belge de la communauté française, is dat te vergelijken? Natuurlijk niet. Grandioos, hè? We waren gewaarschuwd. Hij heeft ons niet ontgoocheld. Hij is zijn legende trouw gebleven. Ik kan dat enkel beamen. Maar ja. Gaat de Franstalige openbare omroep dan volledig vrijuit in de slechte relatie met Le Terme? Het zit hem vaak in de details, zoals het commentaar van de Borsu over de aankomst van Le Terme bij het partijbureau. Yves Le Terme nous évite de façon très efficace. Il attend que tous les journalistes soient en train d'interviewer Chris Peters, ministre-président flamand, quand il arrive subrepticement. Maar weten we wel zeker of dit tactiek of toeval was? Je moet het verhaal vertellen, hè? En een verhaal vertellen, dat zijn ook kleinere dingen, maar dat is heel vlug gezegd. En dat is ook een slimme zet van hem. Dus maar dat is een beetje om de context, aan de kijker uit te leggen. En toch, van een gekleurd woord meer of minder zijn ze niet echt vies. Qu'allez-vous leur dire, Olivier Minguin, aux membres du FDF? Après la gifle BHV, est-ce que les coups portés sont autrement plus graves? Dat woordje gifle, kaakslag, valt meermaals de voorbije maanden uit journalistenmonden. Ik heb dat nog nooit gebruikt, omdat ik dat een vreemde beeldspraak vind. En dat is inderdaad een stellingname, een opvatting, subjectief. Ik zou dat niet gebruiken. Maar het is inderdaad een verspreide mening in de Franstalige opinie. En daarom achten journalisten zich in staat om dat te gebruiken. Maar ik zou dat niet doen zelf. Ja, u heeft die perceptie. En u zegt dat ook. U hebt de perceptie. Nee, u hebt de perceptie. Il faut constamment se maîtriser. Et c'est ce que monsieur Le Terme n'a pas fait. Ja, dat zijn mijn 10 vragen aan Yves Le Terme. Ik ben dus heel optimistisch. Ik hoop dat hij gaat stoppen. Om dus aan de Franstalige kijkers die naar de RTBF kijken, en dat zijn er veel, dus om zijn waarheid uit te leggen. Om na te gaan of die vragen zoveel verschillen met die van de Vlaamse pers, stuurt RTBF zelfs een extra cameraploeg op pad voor het programma Decode. On réagit un petit peu par exemple à ce qui s'est dit à l'émission de Questions à la Une de mercredi dernier, où on a accusé certains collègues, certains confrères de faire du journalisme militant. En dus, voilà, c'est un petit peu notre programme. Onze berichtgeving is enigszins gekleurd door onze taalgemeenschap, omdat we meer contact hebben met bijvoorbeeld wij Franstalige politici, de Vlamingen met Vlaamse politici. Dus dat speelt een rol, maar door de onderliggende contacten met tussen trouwens de journalisten van beide taalgemeenschappen, wordt het gedeeltelijk opgelost. En ik merk op dat er meer en meer contacten zijn met de Nederlandstalige journalisten wat ons betreft. En dat is ook iets dat positief is aan de crisis. Une crèche de Noël orne l'entrée du CD&V. Peut-être un signe que tout cela tout de même finira par s'arranger.